tutorial een fotoshoot voor beginners over de type tool en de pad selectie tool. En deze vinden we hier. Dit is de type tool en dit is de pad selectie tool. En daar gaan we het vandaag over hebben. De type tool is een tool die je waarschijnlijk heel erg veel gebruikt, maar ik ga je even alle mogelijkheden laten zien die er zijn. Als je op de type tool klikt, dan krijg je gewoon hier een cursortje te staan. Als je daar gewoon in de foto op klikt, dan kan je gewoon typen. Je ziet, hij begint in het midden en hij gaat gewoon naar buiten. Als je Ctrl-A doet, kun je hier de grootte veranderen. Wat je maar wil doen. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. Je kunt ook namelijk een tekstvak maken. En alles wat je nu typt, blijft in dit tekstvak staan. Hier gebeurde dat niet. Hier typt je gewoon random en dat wordt net zo'n lange lijn als je zelf maar blijft typen. Maar nu blijft het in een vak. En ik kan nu even dit hele vak vol gaan typen, maar ik kan ook even Lorem Ipsum erin gooien. En Lorem Ipsum, dat is een Latijnse tekst die wordt gebruikt als placeholder in de designwereld. Dus dat is gewoon een fictieve tekst om gewoon even te laten zien hoe het eruit ziet. En die kan je plakken bij tekst, Lorem Ipsum plakken. Kijk, dan plakt hij hem gewoon helemaal vol. En kijk, wat er ook gebeurt met die tekst, hij blijft in dit vierkant staan. Dus dat is een hele handige tool. Wat ook heel erg leuk is, dit knopje hier, dat is waarschijnlijk niet zo vaak opgevallen. Maar wat dit knopje doet, is in één keer de tekst van horizontaal naar verticaal halen. Als ik hierop klik, kijk, in één keer staat hij verticaal. En klik ik nog een keer, dan hebben we hem weer horizontaal. Super handig. Om even de bovenste tool te behandelen, de bovenste werkbalk. In dit vakje kun je gewoon alle lettertypes vinden die je zelf hebt. Dit zijn eigenlijk gewoon alle lettertypes die jij gedownload hebt op je computer of die je al erop had staan. Hier staan de versies van de lettertypes, dus bijvoorbeeld dik, dun, schuin. Dit lettertype heeft dat niet. Hier kun je de grootte van het lettertype aanpassen. Dit is een beetje de resolutie van het lettertype. Zou ik niet aankomen als je geen designer bent of als je echt geen werk voor print hoeft te maken. Zou ik dat lekker laten staan. Dit is de uitlijning van de alinea. Links uitgelijnd, rechts uitgelijnd of in het midden. Kleur van je tekst. En hier kun je nog een leuke tool vinden, de tekst warp. En hier kun je je tekst vormpjes geven. Dus bijvoorbeeld een vlag. Vis, ja, wat je leuk vindt eigenlijk. Daar kan je heel veel leuke dingen mee doen. Kan heel erg leuk zijn. Ik gebruik de boog nog wel eens. Maar ik zal je straks een manier laten zien waarop je dat ook helemaal zelf kunt doen. Als je op dit icoontje klikt, kun je het werkvakje vinden voor de tekst. En hier is nog meer informatie te vinden. Ik zal nog even een extra regel toevoegen, zodat ik het goed kan laten zien. Hier hebben we weer de grootte van de tekst. En hier hebben we de afstand tussen de regels. Kijk, ik kan die heel erg klein maken. Of juist heel erg groot. En dat kan ik gewoon doen door op het icoontje te klikken en heen en weer te schuiven. Hier hebben we de afstand tussen de letters. Hij staat als default zeg maar gewoon op 0. Ik gebruik heel vaak de waarde 200. Zodat je een mooie ruimtelijke tekst krijgt. En deze hier is speciaal voor bijvoorbeeld een hoofdletter die je aan het begin van je titel hebt gebruikt. Waar je iets meer ruimte tussen wil. En dan kan je dus je cursor tussen twee van die letters zetten. En bijvoorbeeld zeggen 200. Kijk, nu heeft alleen de ruimte tussen deze twee letters is wat groter. Dit is eigenlijk een tool die ik nooit gebruik. Maar het kan handig zijn. Dan kun je hier de letters nog vervormen. Hiermee kun je ze langer maken en korter maken. En hiermee breder en smaller. Hier zou ik niet per se heel veel aankomen. Want ja, dit is natuurlijk gewoon niet zoals de letter bedoeld is. En doet de kwaliteit ook vaak niet goed. Maar wie weet kan het ooit een keer handig zijn. En dit is de verschuiving van de letterlijn. Zul je denk ik niet zo heel vaak gebruiken, maar
kan handig zijn als je dus echt met lijnen werkt. Maar voor de meeste mensen niet belangrijk. En hier heb je dan ook weer het kleurvakje. Dan heb je hier nog een handige tool voor lettertypes die bijvoorbeeld geen andere versie hebben. Ik heb van dit lettertype geen dun, dik of schuin. Dat bestaat niet. Maar Photoshop kan dat wel voor je maken. Kijk, we hebben hier de optie dik en hier schuin. Hier kun je van alle letters hoofdletters maken. Nou, dat is toevallig al zo in dit lettertype. Hier kun je er kleine hoofdletters van maken. Zijn in dit lettertype helaas allemaal hetzelfde. Hier kan je zo'n getalletje boven een letter van zetten. Een getalletje onder een letter. Een streep eronder en een streep erdoorheen. Dus in dit vakje heb je gewoon echt alle mogelijke dingen die je met letters zou willen doen. En bij het alinea vakje eigenlijk hetzelfde. Dit gebruik ik eigenlijk niet in Photoshop, omdat als je echt met alinea's gaat werken, dan ga je toch al gauw naar een ander programma zoals InDesign. Maar hier kun je weer met uitlijning van alinea's werken. Dus dat is een beetje wat je met standaard tekst kunt doen. En ik liet je net zien hoe je die tekst in leuke vormpjes kon maken. En dat ga ik je nu nogmaals laten zien, maar dan hoe je het helemaal zelf kunt doen. Stel, je wil een tekst in een rondje. Dan ga je naar de vormen. Als je op rechtermuis komt, krijg je meer vormen. En dan trek je gewoon een mooi rondje. Gewoon om de Eiffeltoren heen. En dan zorg je ervoor dat de vulling doorzichtig is. En dat je hem even een hele duidelijke lijn geeft. Dat je hem goed kunt zien. Zet de dikte ook even iets hoger. Ik ga nog een andere video maken over vormen. Dus als je dit nog een beetje moeilijk vindt, het komt zo meteen. En dan heb ik hier nu een mooi rondje. Nu kan ik de tekst in dit rondje laten lopen. En dat doe ik door op het teksticoontje te klikken. En als ik nu op dat rondje ga staan, kijk, dan komt er een soort golfje bij. En dat golfje moet je hebben. Kijk, niet dit rondje, maar dit golfje. En als ik dan klik en ik typ, zie je? Dan gaat het in een cirkeltje. En dan kan ik daarna gewoon het cirkeltje weglaten en dan heb je een tekst in een cirkeltje gemaakt. Wat je vervolgens kunt doen is deze tekst nog verschuiven. Want als je denkt van nou, ik vind het niet helemaal goed staan, dan gaan we dus naar die andere tool waar ik het over had. De padselectie tool. En hiermee kun je de tekst verschuiven in het rondje. Je kunt hem ook naar binnen trekken, zodat je aan de binnenkant van het rondje de tekst krijgt. Dus dat is wat je met die padselectie kunt doen. Daarmee kun je de tekst die je op een pad hebt gemaakt, zo heet dat dan, kun je verschuiven. Wat je dan ook nog kunt doen, is niet de tekst in het rondje eromheen, maar in het rondje zelf. En dat kun je doen door weer naar je type tool te gaan. En hier krijg je een boogje, maar hier krijg je een rondje. En als ik nu in dit rondje typ, dan moet ik hem even iets kleiner maken, want nu zie je het niet goed. En dan zet ik hem even in het midden. Kijk, dan gaat hij het rondje vullen. Het is nu niet super mooi, omdat het lange woorden zijn die hij niet goed kwijt kan. Maar op deze manier kan je dus ook nog een vorm met tekst vullen. Dus ja, dat is een beetje alles wat je over de type tool moet weten. Ik gebruik hem heel erg vaak. Al mijn blogafbeeldingen maak ik gewoon in Photoshop. Dus ja, ik hoop dat je er weer wat aan gehad hebt. Dat je het weer lekker gaat uitproberen. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video.